leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Nou, ik heb mezelf een nieuwe uitdaging gegeven en dat is het haken van sokken. Nou, de eerste sok is af. Het is een lekkere huissok geworden. En ik wil jullie laten zien hoe ik hem gemaakt heb. Het leuke van dit model is dat je in principe, als je snapt hoe het werkt, kan je alle soorten sokken maken. Dun, dik, ja, maar net wat je wil. Ik ga het in 5 filmpjes opnemen om het net wat makkelijker te maken. En dan kan ik later ook wat varianten gaan filmen. Zonder dat ik de hele sok elke keer moet doen. We gaan nu starten met de teen. Daarna komt de voet, de hiel, het been en het boord. Nou, ik haak met scheepjes stonewashed. We hebben 2 steekmarkeerders nodig. En ik gebruik mijn Clover Amour haaknaald 3.5. Nou, we gaan starten met het haken van 10 lossen. Haak die niet te strak. En dat is het begin van de teen. Zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We gaan in de onderste lusjes haken. De eerste slaan we over. En we gaan vaste haken. 8 stuks in totaal. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Zeven. En de laatste is 8. We hebben nog 1 lusje over. Dat klopt. Daar gaan we 3 vaste in haken. 1. 2. Even de begindraad wegtrekken. En dat is 3. En dan zie je dat hij meteen de bocht gaat maken. Ik schrijf die even iets op, want dan kan die beter scherp stellen. Nu gaan we in de V'tjes, zoals je gewend bent, gaan we verder haken. En dat worden er 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En in de laatste steek doen we nog 2 vaste erbij. 1, 2. Nou, nu moet je even gaan tellen hoeveel steken je hebt. En op de hoeken met evenveel steken ertussen ga je de steekmarkeerder zetten. Dus ik start hier. Dit is mijn eerste steek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nee, ik heb fout de eerste steek gepakt. Dit is de eerste steek. Sorry. Waar ik hem net stak was de steek waar ik als laatste gewerkt had. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deze moet ik hebben. Precies op de helft, op 10 steken van elkaar, heb ik de steekmarkeerders gezet. Onthoud met welke kleur je start, want dat is het begin van je toer. In mijn geval de paarse. Heb je een hele grote maat, dan moet je meer steken opzetten. Heb je een kleinere maat, moet je er minder opzetten. Dat is wel belangrijk om te weten. Ook met dunner garen moet je in het begin meer steken opzetten als met dikker garen. Nou, in de eerste steek doen we, of de steek van de markeerder, doen we 1 vaste. En je zet je markeerder weer terug. De steek voor en na de markeerder gaan we steeds 2 vaste haken. En alle andere steken 1.
Nou, we zijn nu voor de markeerder. Dus dan gaan we hier twee steken, twee vaste doen. Markeerder er even uit. Eén vaste. Markeerder terugzetten. In de volgende steek twee vaste. En dan gaan we weer verder met de vaste haken. Elke keer één vaste per steek. Tot de steek voor de markeerder. Daar doen we er weer twee. Dit was de eerste toer. En dan zie je, hij is al aan het groeien. Nou, de tweede toer, of de volgende toer, is precies hetzelfde. Dus daar waar de markeerder zit, haak je één vaste. En voor en na de markeerder steeds twee vaste. En bij het sokkenhaken blijft het belangrijk om regelmatig te meten, want meten is weten. Ja, dat is gewoon echt een heel belangrijk punt. Want je wil natuurlijk wel dat je sokken straks goed zitten. Voor de markeerder twee steken. Twee vaste. Markeerder weghalen. Eén vaste. Terugzetten. Twee vaste. Nou, in elke steek één. Voor de markeerder weer twee vaste. Dit was de derde toer. Dit was de eerste, de tweede, de derde. Nou, de vierde toer gaan we in elke steek één vaste raken. Dus ook voor en na de markeerder. Belangrijk is wel dat je de markeerder steeds weer terugzet, want die hebben we zo direct weer verder nodig met het meerdere. Maar we willen natuurlijk ook dat hij die kant op gaat. En daarom... moet je ook wat lengte gaan krijgen en ga je deze toer niet meerderen. En je ziet dat hij nu al wat naar voren begint te komen. Dat is hartstikke mooi. Dit is een hele toer met alleen maar vaste. Zo. Nou, wat we nu gaan doen, zijn de toeren met het meerdere. Steeds twee toeren meerdere. Eén toer alleen maar vaste. Dat gaan we herhalen. Totdat die... de goede breedte heeft gekregen van je voet. Nou, dat is gewoon echt goed passen. En totdat dit stukje lang genoeg is dat het ook net over je kleine teen heen gaat. Nou, in het geval van mijn maat, ik heb 39,5. Heb ik in totaal, even kijken hoor, 1, 2, 3, 4, 5 keer een toer met meerdere gebruikt. En 1, 2, 3, 4 keer een toer met alleen maar vaste. Dus ik ga nu weer twee toeren meerdere doen. Nou, wel strak genoeg. Ik wil geen grote openingen krijgen. Twee
vaste gemeerderd. In elke steek weer één vaste. Ik hoop dat je niet te veel last hebt van de achtergrondgeluiden, want de bladblazers zijn buiten flink bezig. En ik heb een spelende kitten om me heen. Dit is weer voor de markeerde. Gaan we er weer twee haken. En na de markeerde ook weer twee. Nou, en wat zo direct even een belangrijk punt is. Omdat we in spiraal haken, zie je dat de markeerders iets gaan scheef trekken. Dus we gaan zo direct even de markeerders iets opschuiven. Dat moet je om de 2, 3, soms 4 toeren even doen. Om hem echt mooi te laten komen. Hier gaan we weer 2 vaste haken. Nou, wat we nu gaan doen, want kijk, zoals je ziet met de beginlijn is dat hij iets scheef getrokken is. Hier heb je de beginlijn. Als je hem dubbel vouwt, is hij iets scheef getrokken. Dus we gaan de markeerders even eentje opschuiven. Als ik die deze kant opschuif, moet ik die kant opschuiven. Kijk, en nu gaat hij wel weer recht. Nou, komt er weer een toer met meerdere. Mijn teendeel bestaat uit 11 toeren. Maar dat is dus eventjes kijken wat bij jouw voetmaat past, maar ook bij je garen. Dat is dus erg afhankelijk van het garen wat je gebruikt, van de haaknaald die je gebruikt, maar natuurlijk ook van de voetmaat. Hier gaan we weer meerdere, dus weer 2 vaste in 1. En weer 2 vaste. Je toeren worden nu wel natuurlijk steeds langer. Hier gaan we weer 2 vaste. Nou, dat was nu alweer de tweede toer met meerdere. Dus we gaan nu weer 1 toer zonder meerdere doen. Dus gewoon een hele toer vaste haken. Paars was mijn begin van de toer, dus we gaan hier gewoon nog verder met het haken van vaste. Nou, en dan moet zo direct voor mijn sok er nog 1 keer gemeerderd worden. Maar pas hem dus echt tussendoor, hè? Dat is zo belangrijk. Nou, gaan we weer even kijken of die nog steeds recht gaat of dat ik mijn markeerders weer even moet verplaatsen.
Dit is de recht. Nee, ik ga hem weer even eentje verplaatsen. Kijk, nou gaat hij weer mooi recht. Je wil natuurlijk niet dat je sok bij je teen gaat zitten draaien. Zo. Nou, gaan we voor in mijn geval de laatste meerdertoer doen. Maar het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat je nu al genoeg hebt of dat je nog meer moet meerderen. Ja, dat moet je echt even gaan proberen. Gaan we weer meerdere. En nog een meerdering. Komen we bijna bij de laatste meerdering. Nu heb ik de goede breedte van mijn tenen bereikt. Maar nog net niet lang genoeg. Dus nu ga ik nog 2 toeren gewoon haken. Nou, de beginmarkeerder blijft wel belangrijk. De andere markeerder kunnen we er zo uithalen, want we hoeven zo niet meer te meerderen. Hier halen we dus de markeerder weg, want dit was mijn 2e markeerder. En die hoeft ook niet meer terug. Nou, aan het eind van de eerste gewone toer, dan gaan we nog 1 toer met vaste haken. En dan ben ik weer op precies hetzelfde punt aangekomen als in mijn andere sok. Want belangrijk is natuurlijk wel dat je bijhoudt hoeveel steken je gemaakt hebt, want je 2e sok moet natuurlijk identiek worden. Dus hoeveel toeren met meerderingen je gedaan hebt en hoeveel gewone toeren. Het is ook weer zo wat als de sokken niet helemaal gelijk worden. Nou ga ik zo direct wel spelen in de voet met mijn garen, want ik heb te weinig garen bij me. En we zijn lekker op vakantie, dus hier ben ik aan het haken. En ik wil toch graag deze tutorials afmaken. Dus het voetdeel gaat zo direct uit 2 kleuren bestaan. Maar ja, dat is voor huissokken natuurlijk ook helemaal niet erg. Dus je kan ook heel erg goed allerlei restjes gebruiken. Maar je kan ook heel goed gewoon uit maar 1 kleur werken. Dus maar net wat je zelf wil.
Nou, bijna aan het eind van de tour. De laatste steek wordt geen vaste, maar een halve vaste. En dan pak je je schaartje erbij en je knipt je draad af. Want met het volgende deel pakken we een nieuwe draad. Nou, dit is de teen. Zoals je ziet, door het verplaatsen van de markeerders is die mooi plat geworden. En ik ga zo direct in een ander filmpje ga ik aan de slag met het haken van het voetdeel. Dus dit roze deel. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.